Hallo collega's, vandaag ga ik jullie laten zien hoe je een breakout room gebruikt in Microsoft Teams. Daarvoor gaan we een call starten. Dus in een kanaal kun je gewoon op Meet. Dit kan ook via je Outlook-agenda, maar ik ga hier laten zien hoe je dat direct vanuit je kanaal doet. Dus dan doen we breakout rooms. Prachtig. Join now. Dan heb ik een heel prachtig filter. Zo, ik zal even een iets rustigere achtergrond instellen. Dat is ook wel handig. Ja. Oké. Okay. En dan vragen we wat mensen erbij. Anders kunnen we moeilijk breakouten. Dus dan doen we Max. Hallo. Hey, En Frederik bel ik en Adger bel ik. Dus als je een breakout room wil gebruiken in een vergadering, dan zie je hier deze leuke vierkantje staan. Staat ook bij breakout rooms. Zoals je nu ziet, kan ik de namen van de mensen die in deze call zitten, kun je rechts zien. Als ik dan op breakout rooms klik, dan kun je ervoor kiezen dat ze automatisch verdeeld worden in een kamer. Of je kunt het zelf doen. Ik laat even zien hoe dat eruit ziet als je dat zelf doet. Hierboven geef je aan hoeveel kamers je nodig hebt. Nou, ik doe er twee. Dat is altijd leuk als we met z'n tweeën, met z'n drieën zijn, dan is één iemand eenzaam. Oké, okay, nu heb ik dus twee kamers waar ik voor gekozen heb. Ik kan ze ook nog een andere naam geven als ik dat wil. Dat doe ik door hier op de drie puntjes te klikken. Dan staat er Rename Room. Nou, stel ik kies ervoor om ze gewoon kamer 1 te noemen. En kamer 2, je kunt zelf bepalen wat je ermee doet. Dus 2 is de Chamber of Secrets. Prachtig. Zo gaan dan ook de chats heten. Dus als je later nog de chats van die breakout rooms terug wilt kunnen vinden, is het handig als je ze een naam geeft die je herkent. Dan kun je ze altijd nog teruglezen. Dan staat hier Assign Participants bij mij, omdat mijn Teams in het Engels staat. En dan kan ik gewoon namen aanvinken. Dus bijvoorbeeld Max klik ik aan, doe ik Assign. En die gaat in Chamber of Secrets. En Friederike en Outger zeg ik Assign. En die gaan in kamer 1. Nu zitten zij nog niet in die kamer. Zij zitten nog in de call hier zelf. Als je dit dus direct bij aanvang van de les wil doen, is het handiger als je dit van tevoren al hebt klaargezet. Maar als ik hen nu weg wil sturen, dan druk ik op Start Rooms. Dan wachten we even geduldig en dan verdwijnt iedereen. Hallo. Ja, nou, Outre en ik zijn dus nu naar de breakout room kamer 1 gestuurd. En als het goed is, worden we zo ook teruggehaald. Je kunt zelfstandig ook op de knop terug drukken en dan ga je weer naar de hoofdvergadering. En dan is het even wachten dat we weer teruggehaald worden, denk ik, toch? Dus vanaf mijn kant ben ik nu hier in mijn eentje. Wat wel belangrijk is, is dat je de laatste versie van Teams hebt. Dus alle studenten moeten ook de meest up-to-date versie van Teams hebben om dit te kunnen doen. Mocht dat dus niet zo zijn, mochten zij niet de laatste versie hebben van Teams, dan blijft zij hier achter. Dan worden ze niet verdeeld, dan werkt deze functie niet bij hen. Dus wat je dan kunt doen is, nou ja, van hen één groepje maken en die hier houden. Wil ik nu weer iedereen terug hebben? Als ik met hen wil praten, overigens, als ik nu bij één kamer wil checken, dan klik ik op dubbele puntjes en op Join Room. Dan kom ik zo weer bij hen. Dat zal ik even laten zien. Zo'n emoji, ja. Hallo. Hallo, we waren druk aan het werk hoor. Ik zag het, ja. Ik ben heel even laten zien hoe je in een kamer joint. En dan kan ik jullie dus ook weer zien en spreken. Handig ook om je studenten dus ook te laten weten dat je plotseling kunt verschijnen. Voor het geval zij net hele privé dingen aan het bespreken zijn. Laat ik ook even zien hoe je weer terugkomt in de algemene chat. Door op return klikken. Nu ben ik weer in mijn algemene chat. Waar deze kamers ook waren. Nu ga ik de kamers sluiten. En dan komen alle studenten weer terug. Dus dan moet hij nadenken. Je ziet hier ook, de verdeling blijft. Dus je kunt tijdens de les de hele tijd weer room openen en closen. Om ze weer weg te sturen en terug te halen. Maar je kunt ze ook weer herverdelen hier bij Assign Participants. Hallo, welkom terug. Hallo.
Dit is hoe je in de les vanuit een kanaal gelijk een meeting kunt starten en breakout rooms kunt gebruiken. Veel plezier met het uittesten. Laat ons vooral weten hoe het bevalt en succes!